Deze week is het de week van het vergeten kind. Daarom organiseert Stichting Het Vergeten Kind in het hele land allerlei activiteiten voor kinderen in de opvang. De jongens en meisjes in het Nijmeegse asielzoekerscentrum kregen woensdag een voetbalkliniek van voetbalclub Achilles uit Groesbeek. Nou, wij gaan ervoor zorgen dat de kleine kinderen hier een leuke dag bezorgen. En in het kader van de week van het vergeten kind doen wij dit. Nou, we gaan eerst even een spelletje met de bal spelen. Daarna gaan wij nog een klein paarse trapvormpje doen. Doen we nog een beetje afwerken en daarna doen we nog partijen. We leren gewoon voetballen en dan ja, trucjes en ja, skills. Ik zit bij Trekvogels. En ja, ik heb een keertje tegen Achilles gespeeld en ik had gewonnen. En ja, dat was wel leuk dat ik nu met Achilles ga trainen. Toen ik 5 jaar was, ging ik al voetballen. Vond ik voetbal leuk. En ja, zo begin ik gewoon steeds voetballen. Ja. Wij proberen nu gewoon in de goal schieten. En dan, ja, dan moeten wij achteraan aansluiten. Ja, ik zit in de eerste selectie en ik voetbal hier nog voor het tweede jaar bij Achilles. En vorig jaar hebben we dit ook al gedaan. En de trainer vroeg maandag aan ons of wij dit wouden doen. En dat hebben we gedaan. Wat ik heb gehoord is het via Elrie Bakker gegaan, bestuurslid van Achilles. En die heeft ervoor gezorgd dat de kinderen hier een leuke dag kunnen bezorgen.